Hey, leuk dat je weer kijkt naar weer een nieuwe transfer video, zoals elk zondag vanaf nu om 7 uur. En er zijn weer leuke geruchtjes gekomen deze week en die gaan we lekker bespreken met elkaar. Wel wat mindere geruchtjes deze week, vond ik. Afgelopen twee weken hebben we een groot gerucht gehad over Mbappé, over Haaland en daar was het een beetje stil. Dus we moeten het over iets kleinere transfers hebben, maar ik hoop dat jullie alsnog gaan genieten van deze transfer video. Laten we lekker gaan beginnen. Dan voor het eerst volgens mij, nee niet voor het eerst, want ik heb ook Koeman besproken, maar een van de weinige keren dat ik het over trainers transfers heb, daar heb ik het niet zo heel vaak over. Maar we hebben het over Hans Flick van Bayern München, gaat na dit seizoen vertrekken bij de Duits kampioen. Jawel. En hij gaat daar weg. En hij gaat waarschijnlijk, denk ik, bondscoach worden van Duitsland. Leu gaat na dit EK stoppen als bondscoach van Duitsland. En dan gaat waarschijnlijk Flick het overnemen. En Flick is een goede trainer. Hij heeft natuurlijk Champions League gewonnen. Kampioen geworden. En eigenlijk in een heel slecht moment bij Bayern ingestapt. En toch het helemaal beter om te keren. En misschien zou hij Duitsland wel weer naar een hoger niveau kunnen brengen. Ik vind het wel heel interessant dat hij stopt bij Bayern. Want het lijkt mij gewoon best prima om trainer van Bayern te zijn. Ik zou toch liever trainer van Bayern zijn dan bondscoach. Maar een hele interessante transfer dit. En dit is voornamelijk een gerucht. Er is niks zeker. Het is niet zeker dat hij bondscoach wordt. Maar ik gok dat dat de achterliggende gedachte is. Ja, en dan komt er een plekje vrij bij een Europese topclub als trainer, genaamd Bayern München. Ja, en daar wordt dan alweer over gesproken dat Nagelsmann, de trainer van Red Bull Leipzig op dit moment, dat die trainer wordt van Bayern. Tenminste, Bayern gaat er alles op alles zetten om dat voor elkaar te krijgen. Nou, dat is ook heel interessant. Nagelsmann natuurlijk, halve finale Champions League met Red Bull Leipzig, doet het heel goed met Red Bull Leipzig, een hele talentvolle trainer. Ik ben wel benieuwd of hij bij Bayern succes zou kunnen hebben. En ik hoop eigenlijk wel dat dit gaat gebeuren, want het is een goede trainer. Ja, zoals ik al zei, er waren deze week heel weinig geruchten. Dus ik heb echt mijn best gedaan om wat geruchten überhaupt op te krijgen. En dit is Tammy Abraham naar Leicester City. Ja, Tammy Abraham is een beetje op een zijspoor beland. Hè. Vorig seizoen heel goed onder Lampard. Een groot talent is het. Maar Werner speelt daar nu in de spits. En het lijkt er niet op dat hij gaat vertrekken. Dus dan is hij gewoon tweede spits. En hij zou graag speeltijd willen. En dan is Leicester City een hele mooie club om naast Jamie Vardy in de spits te staan. Leicester, goede club. Natuurlijk dat geweldige seizoen dat ze kampioen werden met Jamie Vardy. Maar daarna eigenlijk best wel consistent gewoon hoog. Gewoon altijd wel hoog. En Tammy Abraham lijkt wel echt een leuke transfer te gaan worden naar Leicester City. We weten allemaal dat Liverpool een beetje wil, ja, een bredere selectie wil. En dan voornamelijk op verdedigend vlak. Ze willen niet weer in een situatie komen waarin ze nu zitten. Dat Virgil van Dijk, Joe Gomez en Joël Matip geblesseerd zijn. Ze willen een backup hebben. En daarin hebben ze hun ogen, hun doelen gericht op Konaté van Red Bull Leipzig. Ook een hele interessante transfer. Ik weet niet wat het bedrag, hoe en wat. Maar er wordt in ieder geval gewerkt aan een transfer van Konaté naar Liverpool. Prima transfer, maar wel voor de verbreding van de selectie. Want ja, het is eigenlijk wel zonde van Konaté. Maar ja, ik ben ook wel benieuwd of hij dit gaat doen. Wat zouden jullie doen? Ik zou denk ik blijven bij Red Bull Leipzig. Je hebt daar gewoon speeltijd. En je speelt in de top van Duitsland in plaats van op de bank bij Liverpool. Ja, ik zou lekker blijven. Maar goed, dat is mijn mening. Het wordt een grote zomer, denk ik, voor het Argentijnse voetbal. Want Edinson Cavani gaf eerder al aan graag naar Boca te willen vertrekken. En nu heeft Lucas Torreira ook aangegeven naar Boca te willen vertrekken. Interessant. Goede verdedigende middenvelder, ook een Uruguayaan.
trainer die Uruguayanen met Boca. Maar misschien moet ik dat een keer uitzoeken voor een filmpje. Maar die zou ook graag vertrekken naar Boca. Ja, Boca gaat dus, als die twee binnen kunnen halen, een hele goede zomer tegemoet. Het gaat niet goed bij Juve. En misschien is dat een understatement, maar het gaat niet goed. Ze zijn uit de Champions League en ze staan niet op kampioenschap. En dat kan natuurlijk niet. Nou, een normale club zou de trainer eruit flikkeren, maar dat doen ze denk ik niet. Ik hoop dat ze vertrouwen blijven houden in Pirlo. Maar wel is het belangrijk dat die selectie wordt vernieuwd en dat er nieuwe spelers komen. Nou, een van die nieuwe spelers wordt genoemd is Ryan Gravenberch van Ajax. Ja, ik betwijfel het of die weg moet en of die überhaupt weg gaat. Maar in ieder geval wordt er over gesproken. Hij zou de Frenkie de Jong bij Barca, dus de basis van het nieuwe Juve worden. Nou ja, een heel interessant idee. Middenveld is niet zo goed bij Juve, dus met die achterliggende gedachte snap ik dat ze middenvelder gaan kiezen, maar dat ze dan voor Gravenberch gaan, dat weet ik niet. Ik betwijfel dit gerucht. Ik betwijfel ook de betrouwbaarheid van dit gerucht. Maar toch wordt dit besproken, dus ga ik hem ook even bespreken. Dan blijven we nog even bij Juve, want ook Gosens wordt betrokken bij Juve. Er wordt gesproken over een eventuele overstap van Atalanta naar Juve. Interessante transfer, ook hè, om misschien een verbreding van de selectie, maar ook wel als basisspeler, denk ik. Kan als linksback spelen, kan als linksmid spelen, kan als linksbuiten spelen. Een hele multifunctionele speler. Dus ik ben heel erg benieuwd wat dit wordt en of dit doorgaat. Ja, dit gerucht wil ik even uit de weg hebben. Weg. Senesi naar Barça. Gaat toch gewoon niet gebeuren, jongens. Laten we nou heel eerlijk zijn. Waarom zou Barcelona op dit moment, terwijl ze in hun eigen jeugd prima centrale verdedigers hebben, Mingueza, die andere Araujo, waarom zouden ze dan Senesi willen hebben? Ja, ik snap die niet. Daarnaast wordt Lisandro Martinez genoemd. Geloof ik ook niet. Die twee. Ik geloof best dat Senesi weggaat, maar niet naar Barcelona. Dat is een stap te hoog, denk ik. Dus deze geruchten wil ik wou hem eigenlijk eerst niet bespreken. Maar ik ga het nu even uit de weg ruimen. Dit gaat niet gebeuren. Geloof het niet. En dan als laatste geruchtje moet ik het... Nou nee, dit is niet gerucht. Dit is een dom deal. Dit is al gebeurd. Wil ik hem toch nog even bespreken. Namelijk Peter Leeuwenburg is van Cape City of zo. Ja, zoiets uit Zuid-Afrika naar FC Groningen gegaan. En gaat Pat opvolgen. Pat gaat natuurlijk naar Ludogorets na dit seizoen. En FC Groningen was op zoek naar een nieuwe keeper. En die hebben ze gevonden in Leeuwenburg. Ik moet nog wel wennen, denk ik, straks hebben we met nummer 1 onder de lat. Leeuwenburg. Ja, ga ik aan moeten wennen. Maar leuk. Leuk. Leuke transfer. Goed. Vond je deze video nou leuk? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer je beneden. En dan check ik jullie volgende week, zondag, weer uit. Check de podcast. Ik hoop dat ik hem in de beschrijving gooi. Anders dan zou ik hem binnenkort nog wel delen. Anders moet je op Spotify opzoeken naar Morecast. Nieuwe podcast van mij en Milan. En Team of the Season komt eraan. Dus binnenkort ook weer livestreams. Nou goed, je ziet het allemaal wel. Ciao.